Twee mannen drongen vanochtend deze juwelierszaak binnen aan plein 44. De mannen droegen werkhesjes en waren gemaskerd. De eigenaar stond net op het punt om aan deze deur aan de achterzijde van zijn pand naar binnen te gaan. En toen werd hij overmeesterd. Dat gebeurde tijdens het openen van zijn winkel aan de achterkant van het pand. Toen werd hij belaagd door twee gemaskerde mannen. Daarop ontstond vervolgens een vechtpartij waarop een van de overvallers en de eigenaar in een daarachter gelegen bouwput vielen. In de bouwput is de eigenaar meerdere keren geslagen door de overvaller. De overvaller is inderdaad uiteindelijk uit de bouwput kunnen komen. Samen met de andere overvaller ervandoor gegaan via een scooter die klaar stond bij een onderdoorgang die naar de Scheidemakershofweg leidt. En waar een derde persoon op zat, zijn zij uiteindelijk gevlucht. De drie mannen gingen er vandoor met de tas van de juwelier. Bij de omliggende winkeliers zit de schrik er goed in. Brandweer, ziekenwagen, politie kwam er doorheen en dat is al eigenlijk de tweede keer in vrij korte tijd dat er weer een juwelieroverval is. Ze hebben gewoon een waas voor de ogen en ze zien alleen maar die kassa. En of je nou 1.000 euro erin zit of 20 euro, dat maakt niet uit. En dat beangstigt mij wel een beetje. Dus ze pakken iedereen nou. De binnenstad van Nijmegen wordt geteisterd door overvallen. Eerder al werd een andere juwelier aan het plein overvallen. Ook hierbij waren er drie overvallers die ontkwamen op een scooter. Winkeliers wapenen zichzelf al tegen de overvallers met gastoeters. En dan gaan ze dus met een soort toeter gaan ze daar te werk, dat ze elkaar kunnen waarschuwen. Dus er zal wel iets moeten gaan gebeuren. Of misschien meer camera's. Maar goed. Maar ik heb wel een spuitbestel, maar ja, je mag geen eigen recht spelen. Burgemeester Tom de Graaf laat via een Twitterbericht weten dat hij ook geschokt is. Er zal meer worden gesurveilleerd. Het moet stoppen, schrijft hij. De politie zoekt getuigen die de drie overvallers die er via de Houtstraat vandoor gingen op een rode scooter hebben gezien. Het gaat om drie mannen tussen de 20 en 26 jaar oud. De juwelier is bij de overval gewond geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis. Blijven halen dat hij niet meer kon bewegen. Maar hij is wel weg met de gillende sirene weggebracht. Dus. De juwelier was aanspreekbaar. Hij is met rugletsel overgebracht naar de eerste hulp. En daar wordt hij verder behandeld.